In Helmond werd een interlandwedstrijd gehouden tussen België en Nederland. Geen hengelwedstrijd, zoals u misschien zou vermoeden, maar een ontmoeting tussen beoefenaars van het edele handboogschieten. Onder grote belangstelling begeeft zich trouw aan de rijke traditie van deze eeuwenoude sport ook de schutterskoning naar het strijdperk, behangen met alle kentekenen van zijn waardigheid. En dan begint een sportieve strijd, waarbij het aankomt op concentratie, een vaste hand en een scherp oog. De pijl doet dan de rest wel. Oh la la. Nou ja, niet ieder schot kan tenslotte een roos zijn. Het zijn daarom niet alleen de bogen, maar ook de zenuwen die bij zo'n strijd onder hoogspanning komen te staan. Een spanning die bovendien nog in de score tot uitdrukking komt, want de equipes ontlopen elkaar niet veel in kracht. Maar tenslotte gaan de Belgen, die zich de laatste jaren steeds de sterkste hebben getoond, ook nu weer met de overwinning strijken. Met het geringe verschil van 14 punten bleven zij onze landgenoten de baas.